In deze vierde aflevering van The Making of Raymonda gaan we de balletstudio's in, waar keihard wordt gewerkt om de choreografie te perfectioneren. Daarnaast gaan we in gesprek met Grigori Tchitcherin. Hij helpt Rachel met het instuderen van de karakterdansen van Raymonda. Raymonda is beroemd als ballet voor de diversiteit aan dansen. Want we zien in de eerste acte pure klassieke wals. In de tweede acte zien we de karakterdansen van het gevolg van Abd Rahman, die allemaal een ander karakter hebben. Een Spaanse entourage, een sabeldans, een strijdersdans. En in de derde acte zien we naast de beroemde pas classique hongrois, dat is het pièce de résistance van Raymonda, ook de karakterdansen, de mazurka en de pas hongrois. En het is heel mooi hoe Petit Pas die twee dansvormen heeft doen samensmelten eigenlijk in één verhaal. En ik denk dat die combinatie van dans, in ieder geval Raymonda, doet uitstijgen boven andere klassieke producties. Het is natuurlijk heel bijzonder dat ik samenwerk met Grisha Tchitcherin. Hij is oorspronkelijk van het Mariinsky, waar wij ons eigenlijk als een soort bijbel aan vasthouden, aan die versie. Die staat het dichtst bij het originele Petit Pas. En hij heeft ook een enorm archief en verzamelt in zijn leven al heel lang allerlei video's van ballet. Dus hij is mijn geweten. En hij is daarnaast een hele fantastische karakterleraar. Dus de karakterdansen kunnen niet beter worden ingestudeerd dan door hem. Well, I happen to be, so to say, direct link between the tradition of character dance that existed in time of Marius Petit Pas and that was cherished by generations of teachers before me, three generations actually, and the dancers of Dutch National Ballet. When you want to deliver something to dancers, when you're there in the studio and you want to pass something on, what matters the most is that inner urge for sharing the passion that you have with dancers. And then you always get a right response. You cannot simply sit on and watch. You want to get up and dance together with them. And this is, I think, exactly the feeling the audience is going to get. And this is the best compliment you can give to them. Voor een danser, en zeker voor onze dansers, omdat ze gekozen hebben voor een klassiek gezelschap, is een productie maken, een nieuwe productie van Raymonda, natuurlijk een groot avontuur en feest. En merk ik ook aan iedereen de honger die ze hebben om er het allermooiste van te maken dat ze kunnen. Raymonda, it's a ballet that is very stylized. We have a lot of epaulements and there's a way to present the piece. And we like to do classical ballets, even though this is a new production. We like to keep it as original as possible. And yeah, I think it's going to be beautiful. We have been working really hard on it. And we're ready. On the one hand, we've had an unusually long time to prepare and perfect and grow in this production. It has new styles, new steps, different music. And then on the other hand, I think we're ready, and we're ready to gift it to our audiences, to perform it and to present it to the rest of the world. Het is een van de grootste balletten op het repertoire. Dus je ziet een voltallig gezelschap op het toneel, plus de junioren, plus de kinderen van de Nationale Balletacademie. Maar ook de HBO doen mee aan de mazurka, de pas hongrois. Het is door alle leeftijden gedanst. En dat maakt het ook zo interessant voor het publiek, omdat het gaat over onze nalatenschap en over onze toekomst. En dat alles kan je zien in het heden op het toneel. Zoals je kunt zien, komt alles steeds meer samen en nadert de première. De cast en crew kunnen niet wachten en Raymonda is klaar om op het toneel te gaan. In de volgende en laatste aflevering
nemen we jullie mee achter de schermen en op de rode loper tijdens de première. De grote dag, waar iedereen met smart op zit te wachten.